Linda demonstreert vandaag hoe je heel eenvoudig ovenverse witte kruisbroodjes met sesam of maanzaad op tafel zet. Eerst weegt ze alle ingrediënten precies af. Dit gaat snel als je de kuip van de broodmachine op een digitale weegschaal plaatst. Zo voeg je 250 gram Frans krokant, 250 gram mix voor wit boerenbrood, 8 gram droge gist, 15 gram boter, 8 gram zout en 280 milliliter water samen in de kuip van de broodmachine. Laat het deeg 20 minuten kneden. Bedek het deeg met huishoudfolie en laat 30 minuten rijzen op kamertemperatuur. Verdeel het deeg in 16 bolletjes van 50 gram. Leg ze op twee bakplaten. Bestrijk de bovenkant van de bolletjes met een siliconen borstel met water. Doe wat sesam en maanzaad in een bord. Druk de vochtige kant van de deegbolletjes in de zaadjes. Knip de bolletjes 4 keer kruisvormig in met een schaar. Bedek de kruisbroodjes opnieuw met folie en laat nog 15 minuten rijzen. Bak de broodjes 15 à 20 minuten in een voorverwarmde oven op 200 graden Celsius. Laat ze even afkoelen en beleg ze naar keuze, bijvoorbeeld met verse kruidenkaas en bieslook. Nog meer bakinspiratie voor de eerste lentedagen vind je in de winkel, op onze website of op de Start to Bake pagina op Facebook. Met onze super lekkere recepten en ons uitgebreid assortiment bakproducten oogst je gegarandeerd succes.